In het begin is alles nieuw voor Fix. Hij ziet voor het eerst de aarde, de wolken, de lucht. Mooi, maar ook een beetje eng. Plotseling vliegt er een vogel voor zijn neus. Fix schrikt zich een hoedje. Hij duikt op de grond, gaat plat op zijn buik liggen en slaakt een brul. Nou ja, brul. Een brulletje. Met dit boekje wist Mac van Gageldonk de leespluim te winnen. Een eer die wordt toegekend aan boeken voor jonge kinderen. Ik ben helemaal vereerd. Dit is de eerste prijs die ik heb gewonnen met boeken. Dus ik zit helemaal in de wolk. De winnende titel is Vix, de eerste stap, duik en grom van het liefste ijsbeertje van de hele wereld. Is die dat nog wel? Absoluut het liefste ijsbeertje, ja. Vorige week was een incident en ja, Vix betreurt het ten zeerste natuurlijk. Had een kei in zijn handen en hij liet hem vallen en daardoor is de ruit van het bassin kapot. Maar dat was geen opzet van Fix natuurlijk en dat kan niet. Inmiddels wordt de ruit van zijn bassin gemaakt en zit de boosdoener nog even apart. Fix is nu al een echte grote kerel, maar het boekje gaat over zijn belevenissen in zijn eerste levensjaar. En die zijn niet uit de duim gezogen, nee, ze zijn allemaal waar gebeurd. Ik ben naar de verzorger van Fix gegaan. En die hield een dagboek bij vanaf zijn eerste dag tot nu. En daarin kon hij precies zien wat Fix allemaal had gedaan. Dus zijn allereerste stapjes. Toen hij nog zo klein was als een marmot eigenlijk. En zijn eerste grommetje, zijn eerste duik in het water. Wie de avonturen van het inmiddels wereldberoemde ijsbeertje zelf wil lezen, moet in de dierentuin nog even geduld hebben. Want daar is die tijdelijk uitverkocht.